De pakketbezorger komt elke dag in onze straat en is daarmee een graag geziene gast. Er gaat geen dag voorbij of het witte busje komt de straat ingereden om iedereen te voorzien van allerlei pakketjes. Er is een heleboel over te doen, dat we te veel kopen, te zeer bezig zijn met Black Friday en dat het slecht is voor het milieu. Maar ja, de winkels dwingen mij, en jullie dus waarschijnlijk ook, om online te shoppen. Bij de HEMA stond het ook al. Als u niet kunt vinden wat u zoekt, dan kunt u ook online bestellen. Als ik ergens zoek naar Sintcadeautjes voor de kleinkinderen, dan word ik 9 van de 10 keer doorverwezen naar bol.com. Bij loodjes trekken is er een directe link naar deze webgigant. De wereld is verworden tot één grote reclame. Want bij elke website word ik gedwongen om cookies te accepteren, zodat Google precies weet waar ik allemaal op klik en waar mijn belangstelling naar uitgaat. Zodat bij elke andere website aan de zijkant de reclame voorbij komt voor het product waar ik zojuist naar gekeken heb. Alles wat maar een beetje speciaal is, zoals printerinkt, hoeveel soorten kun je hebben, moet besteld worden via het wereldwijde web. En ja, dan komt het witte busje weer met een bijzonder aardige pakketbezorger die glimlachend bij de hele buurt voor de deur staat. Met pakketjes vol met luiers, kleding en schoenen, Sinterklaas cadeautjes, boeken, gordijnen, kussens, stoelen, bloemen, je nieuwe telefoon en alles wat je nog meer kunt bedenken. We hebben letterlijk van onze luie stoel de wereld binnen handbereik, met de pakketbezorger als postiljon d'amour. Pensionado is boos. Niet op mij, maar op alle apparaten die ons huis rijk is. Ze gaan namelijk allemaal kapot en daar is Pensionado niet van. Als een machine eenmaal hier binnen staat, dan wil hij graag dat het tot in de lengte der dagen doet. En ook nog probleemloos. Maar zoals een klein kind kan uitleggen, als je iets gebruikt, dan zal het slijten. Dus doet als eerste de vaatwasser het niet meer. De reparateur komt langs en voor een paar honderd euro wordt er iets nieuws ingezet en dat is het dan. Dan doet de oude verwarmingsketel lelijk en ook al is het een warme winter, toch kun je dat niet hebben. Er moet een andere ketel komen. Weer een rip uit zijn lijf. Vervolgens is er iets mis met het dak en als laatste stopt het wasmachine met centrifugeren. In eerste instantie probeert hij het probleem nog bij mij te leggen. Jij hebt gewoon de verkeerde knop ingedrukt. Maar als dat niet het geval blijkt te zijn, gaat hij driftig aan de slag. Alle mogelijke zeefjes worden eruit gehaald en schoongemaakt. Het apparaat wordt gereset en hij drukt op alle mogelijke knoppen om hem aan de praat te krijgen. Bij een volgende poging tijdens het middaguur gaat hij met zijn boterhammen voor het wasmachine zitten om te kijken wat er gaat gebeuren. Dat beeld bracht bij mij in herinnering dat hij vroeger met onze jonge kinderen voor de keukendeur zat om naar buiten te kijken als het stevig onweerde. Na alle vergeefse pogingen geeft hij het op en met een zoek het maar uit mag ik nu gaan bepalen wat er gaat gebeuren. Mijn eerste go-to is dan toch het internet. We worden doodgegooid met reclames van Coolblue, dus dat is de eerste stop. Kijk, ik gun al die kleine ondernemers mijn geld voor een goede wasmachine, maar vorige keer is dat niet zo goed afgelopen. Die moeten ook van een koopwaar af en vervolgens werden wij opgescheept met een zeer matig exemplaar. Toen de wasmachine een paar maanden geleden ook al dreigde de geest te geven, kwam er tenminste een man die wat geringschattend naar de boosdoener keek en zei: "Dat is ook niet zo'n bijzonder goed wasmachine." Terwijl ons 5 jaar geleden toch verzekerd was dat dit zo'n beetje de beste was onder de mielen, de gouden keus onder de wassers. Pensionado ziet de geldberg verdwijnen en zucht er eens flink van. Ik zit anders in elkaar. Ik ben heel erg blij dat dit ons probleem is. Het kan zoveel malen erger, dus ik tel mijn zegeningen. Nu nog even bestellen. Het laatste jaar ben ik geregeld om kleine medische redenen bij een specialist geweest. En wat valt het mij dan toch op dat er zo onhandig en soms ronduit onaardig gecommuniceerd wordt. De laatste maanden frequenteer ik geregeld de tandarts. In de praktijk waar ik kom zijn er 2.
twee vrouwen die samen met een heleboel personeel de praktijk runnen. De ene, die ik bij toeval kreeg toegewezen, halleluja, is aardig, zachthandig en zachtaardig. Ze is niet mijn BFF en gedraagt zich zeer professioneel, maar ze heeft het duidelijk goed met mij voor. Met de andere kreeg ik te maken bij een controle. Ik wilde niet zeuren en naar mijn favoriete tandarts vragen, dus ik liet het gebeuren. Ze is wat onbeloond en dan zeg ik het aardig. Als je het woord niet kent, dan zul je het denk ik toch wel begrijpen. Ze is hardhandiger, onverschillig en komt met de raarste opmerkingen. De laatste keer was er ineens sprake van dat ik aan mijn kaken geopereerd moest worden omdat ik zo'n hoge T-borg had. Voor het laatste woord sta ik helemaal niet in. Achter een mondkapje klinkt alles anders. Maar bij mijn eigen tandarts teruggekomen bleek er ineens niets aan de hand te zijn. Maar ze had mij veel te stuip op het lijf gejaagd. Vandaag was ik in een ziekenhuis en werd staande gehouden door een bewegwijzerende man. Ho, 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 mevrouw, waar gaat u zomaar naartoe? Ik volgde keurig de borden naar de juiste afdeling, maar dat ging zomaar niet. Ik moest wel goed op de voetjes letten en welke kant die uitgingen. Ik vertel waar ik moet zijn en ik blijk precies goed te lopen. Zelfs de voetjes waren nu van geen belang meer. Wat ik maar wil zeggen, een beetje vriendelijkheid geeft zo'n ander gevoel. Als de man had gezegd, kan ik u helpen met het vinden van de juiste afdeling, dan had ik dat totaal anders ervaren. Je kunt jezelf al zo verloren voelen op een vreemde plek. En in de tandartsstoel helemaal. Met je mond open heb je weinig in te brengen en nog veel minder te vragen. Dus een tip voor alle mensen die met hulpeloze mensen te maken hebben, wees een beetje aardig. Het wordt zeer gewaardeerd. Liefde van later, deel 3. Even wat vooraf ging. Kees en Anja hebben elkaar ontmoet via een advertentie in de krant. En de eerste ontmoeting is er dus al geweest. En pa, heb je iets te vertellen? Hoe kom je daar nou bij? Nou, je doet anders aardig zenuwachtig en je hebt je trui binnenste buiten aan. Geschrokken kijkt hij naar de zijkanten van zijn trui. Ja, dan loopt hij al een hele dag voor schut. Vlug trekt hij zijn trui uit en trekt hem opnieuw aan als hij hem omgedraaid heeft. Dus vertel het nou maar gewoon, pa. Lachend kijkt zijn zoon hem aan. Ja, die kan mooi lachen, maar hij weet het niet meer. Hoe pakt hij dit nou aan? Ik heb een vraag. Maar ik moet even denken hoe het ook alweer heet. Hij voelt zich een beetje ongemakkelijk, maar hij weet ook aan niemand anders aan wie het kan vragen. Weet jij hoe je met zo'n telefoon berichtjes kan sturen? Lachend zegt zijn zoon. Ga je modern doen? Ga je eindelijk sms'en? Nee, ik bedoel die andere berichtjes. Opa, ga je WhatsAppen? Vraagt Eline. Ja, zegt hij opgelucht. Zo heet het. Geef je telefoon dan maar eens, pa, dan kan ik eens kijken of je dat ermee kunt. Kees pakt aarzelend de telefoon uit zijn broekzak en geeft die aan zijn zoon. Ja, maar pa, dat is een koelkast. Je hebt een smartphone nodig om mee te WhatsAppen. Ja, opa, dan moet je een andere kopen. Koop er dan zo een met zo'n appeltje erop. Als je nou eens begint met sms'en, want volgens mij heb je dat ook nog nooit gedaan. Nee. Groetenier pakt Eline van 7 de telefoon uit de handen van haar vader. Kijk, opa, je drukt eerst op dit knopje en dan op dat envelopje en dan kun je typen. Zeg maar wat je wilt typen en naar wie wil je een berichtje sturen. Dat weet ik nog niet. Ik wil gewoon weten hoe ik dat moet doen. Eline gaat op de bank zitten en zet de televisie aan. Gebiologeerd kijkt ze naar het programma. En pa, nog steeds niks te vertellen? Kees schuift onrustig op zijn stoel en kijkt even achterom naar Eline, die op de bank gekruld naar de tv kijkt. Als K3 op de televisie is, dan hoort ze en ziet ze verder niks op haar. Dus voor de draad ermee. Ja, nou, het zit zo. Ik heb iemand ontmoet en nou wil ik dus ook wel eens een berichtje kunnen sturen.
het hoge woord is eruit. Nou, dat vind ik nou super, zegt zijn zoon. Ik zei toch dat je niet alleen moest blijven? Dat had mam ook niet gewild. Zal ik je nou eerst maar eens leren sms'en en dan hoor ik later wel wie die gelukkige is. Een uur later zijn ze allebei weg en ligt er een briefje op tafel met duidelijke instructies. Hij pakt de telefoon er weer bij en begint dan aan zijn moeizame eerste sms'je. Het was leuk gisteren. Groeten, Kees. Hij kijkt nog eens op het instructiebriefje. Oh ja, en nu nog op send drukken. Het piepje geeft aan dat het bericht verstuurd is. Opgelucht legt hij de telefoon weer op tafel en gaat koffie zetten. Even later hoort hij vanuit de keuken twee korte piepjes. Vlug loopt hij naar de kamer, pakt de telefoon en kijkt op zijn briefje wat hij nu moet doen. Na 5 minuten leest hij het antwoord. Dat vond ik ook, Anja. Tevreden drinkt hij zijn koffie. De eerste hobbel is genomen.